Laat ik beginnen met, dit is mijn bosrok nu. Die is van stof, maar dit jakje dat trek ik eerst over aan. Dit is het eerste wat ik aankleed. Dan ga ik verder en dan doe ik de rok. En dan doe ik de kraplap over de bosrok. En dan komt er een schort bij voor langs. En dan zet ik mijn mutsje nog op. Van de stappers te stipwerk. Ik kan ook een soort kraplap ook wel, we mogen graag wisselen. Ook wel eens van stappers stipwerk. Iedere keer graag een ander soort, want zo zijn de vrouwen hier ook wel eens stappers. Graag iedere keer wat anders dus. En dat kan er, want er zijn nog stofjes genoeg. En natuurlijk altijd de zwarte kniekozen. Ik heb nooit altijd zwarte kniekozen. En daar horen de schoenen bij. Vroeger veel de klompen, maar daar ben ik inmiddels afgewend. Want ja, toen had je zand op de vloer, net als hier, dus dat is er niet meer. Dus de schoenen erbij. Ze zeiden wel eens vroeger, de stappers is achtergebleven, maar ik denk dat dat niet zo is. Wij zijn echt niet achtergebleven gebied, dus de klederdracht is zo gebleven, maar daar ben ik alleen maar trots op. Dat hier de klederdracht nog is.